Samen met hun begeleiders hebben 7 jongeren 7 dagen lang in een Zuid-Franse mas verbleven. Lichamelijk zijn ze al tieners, van 14 tot 19 jaar, die gewoon elk jaar een jaar ouder worden. In hun hoofd zijn ze nog kinderen van zo'n 10 jaar oud. En dat zal voor veel dingen hun hele leven zo blijven. Eén ding kunnen ze alle 7 wel echt goed. Zijn wie ze zijn. Zonnekinderen. Al zullen ze na hun 7 zonnedagen nooit meer helemaal zijn zoals ze waren. Maxime's ouders hebben voor een heerlijk Oost-West buffet gezorgd. En wie eten zegt, hoort Sven, Manuel en Chris. Zie je dat? Nee, dat zijn slakjes, Chris. Zijn dat slakjes? En dat hier, wat is dat dan? Dat zijn frieten. Dat kennen wij, frieten. Patat. Patatfriet. En een patatfriet in een land, ja. Kijk je daar, wat is dat? Kroketten. Ja, maar daar. Daar in het roos. Marsepein. Dat zijn, nee, dat zijn broodjes. Zijn... Dat is geen kruisbevriend. Dat is geen kruisbevriend. Dat is een soort schaapjes. Ja, het zijn schaapjes. Oh nee. Oh nee. Het zijn precies schaapjes dan? Nee. Chris de vriend. Ah, het zijn Chris de vriendjes. Oh, maar dat wist ik niet. Hij zijn een preumelaar. Huisfotograaf Henk heeft in Frankrijk van elke zonnekind foto's genomen. Daarmee is intussen een zonnekalender gemaakt. En Henk krijgt de eer om de eerste exemplaren af te geven. Dag Maxime. Mogen we nog een keer bij je huis komen? Natuurlijk, natuurlijk. Ik kom jullie allemaal verrassen met een schone kalender. Ik denk in de loop van de week dat je sowieso een ander Veerle zag. Maar als wij zien hoe dat ze ervoor was en daarna... Zo'n ervaring dat verandert natuurlijk altijd iemand. Ze heeft er wel de laatste dag iets gepresteerd, denk ik, waar ze zelf van geschrokken is. En misschien op zo'n vlak, ja, dat ze wat meer zelfzeker is geworden. En als ze nu nog een keer op een podium moet stappen, ik denk dat dat geen probleem meer is voor weer. Cuando se marea dolore, cuando se quema el amor, cuando se marea su pena, cuando se marea dolore, cuando se marea dolore, cuando se quema el amor, cuando se marea su pena, cuando se marea dolore. ¡Olé! Degene waar ik nu nog altijd heel veel contact mee heb, en dat zijn er toch zeker 5 van de 7 dat ik echt voel, ook naar ons toe, dat is een band geworden. En dat komt omdat ze ergens blijven zitten met die ervaring. En zij weten ook van, als ik tegen Mieke spreek over dit of dat gebeuren, dan weet zij wat ik voel. En gevoel, en dat is soms met weinig woorden. Hè. Dat is elkaar passeren, een knipoog geven, recht in elkaars ogen kijken. En dan weten ze, zowel zij of wij, dat wij even zitten te dromen. Hè. In elke leefgroep hangt er nu een grote foto van het huis Ginter. En dat hangt echt zo bij het buitenkomen aan de deur. En ik moet zeggen, ik kan ook even zoiets hebben. Ja, oké, we gaan. En dat zijn kleine momenten. En de rest van de groep beleeft dat ook. En die heeft dan zoiets van...
Ja, maar ja, jullie hebben dat wel gezeten, zeg. Wij hebben dat wel niet gezien, hè. Zo schoon dat dat was. Ah, maar hij zei vertrokken. Goedemorgen. Goedemorgen, Wesley. Mieke mag Wesley voor de laatste keer wekken. Het is tijd om op te staan en de valiesjes verder te pakken. Oh, wat geluid. Het is gedaan. Het is gedaan. Nee, we gaan naar huis. Chris krijgt al even weinig wakkere beweging in Manuel. Zet even, Chris. Ga je heel opstaan? Hoe nu? Wat blijf liggen, hè? Hey. Kom maar, het is dit. Waar is mijn schaapje? Een schaap? Waar is je schaap? Het bleef dat in. Heeft iemand zijn schaap gezien? Nee, ik had het schaap niet gezien. Om 11 uur moeten we hier weg. Okay. Dus binnen een klein 3 uur. En we moeten nog alles opkruisen. Maar Chris zou me helpen. Ja, maar ik ben er ook, ik zou je ook wel mee helpen. En zelfs Odilon boekt bitter weinig wegsucces bij Maxime en Sven. Kijk, dan door hebben we zien. Dat is Sven zeker? Ja, dat is goed. Al is hij tegen zijn zin opgestaan, Wesley blijft in elk geval niet bij de pakken zitten. Je mag naar huis gaan. Het is gedaan. Ja, van, kom leven, kom leven. Hij ziet er gelukkig uit, zei in de reis, man. Goed, fijn dan. Bezig en onder op ons, Wesley. Ik ja? Altijd als ik met mijn man in het kamion zit. Dat niet. Als ik met mijn collega's in het kamion zit. Of jij mee met de kamion? En we moeten daar van achter ook als je aanhanger? Ja, maar we moeten wel niet aanhangen, dus achteruit rijden. Dat zijn geen kamions meer van je vader. Dat zijn al zijn kamions. Ah, dat zijn allemaal zijn kamions. Zeker is 308. Moest je zo naar mij bellen en zo naar mij vragen? Wat denk je van Wesley? Ik zei, meneer. Je hebt een zeer goede werkman, een zeer goede. En hij werkt nu als interim bij Ivaro. En ze hebben tegen hem gezegd, kijk, je mag de GFT-zakken meenemen op voorwaarde dat dat en dat een jene zit. Dus dan kun je niet beter nemen. Al dat erin zit dat niet in mag, laat hij gewoon staan. Want dat kan niet. Dat gewoon niet. Dus dan kun je niet beter sorteren of recycleren of jij. Je moet dat wel respecteren, omdat hij te goed is van inborst. En ik denk, als je in de mannenwereld gaat komen, wat dan zo van alles en nog wat durven uitsteken, dat dit slachtoffer gaat worden. Maar eigenlijk, je kunt geen betere werknemer hebben. Qua uur, qua tijd. Maar natuurlijk, als die mensen zien van, oei, hij begrijpt niet alles, ten moment om een keer iets met hem uit te steken, die kans zit er natuurlijk wel in. Het laatste Frans ontbijt van de zonnekinderen lijkt meteen ook het stilste te worden. We gaan nog niet beginnen bleten, hè? Dat is nog te vroeg, hè? Ja. We gaan vandaag wordt er niet geweend. Ja. Hey, als je wel gaat weenen, dan gaan we een zakdoek ervan. En dan trakteerde. Ja. Dus wat ik heb een beetje van uw gel gepakt. Geef niet. Maar zo weet ook een beetje gel in je houden, want ik heb een tante Sidonia. Ik heb je nog maar eens. Ja, zo is het knap, en nu zei hij, juist lijkt tante Sidonia. Ah ja, die tante. Ja, die heeft ook zo'n. Ja, die heeft zo'n kuif. We zijn allemaal een beetje moe. Ik zal het proberen. Wesley probeert zijn verdriet om het vertrek te verstoppen achter onverdroten opruimen. Wesley? Ja. Nee, jongen, kom eerst zitten. Kom. Nee, nu. Nee. Wesley. Nee. Ik vind al die heren die gisteren weer zijn, mogen nu niet meer weer. Ja. Ah, dat is lot, ja. Chris. Nu kan ik niet kwijtspelen. Oh, dat is lot. Ah, het hangt aan je broek. Hey, kom, zet u bij mij. Kom. En vanaf nu zijn Manuel en zijn verloren schaapje echt onafscheidelijk. Mm. Wat ga je eten, man? Ik vind dat sexy. Ja. En vanaf morgen is het weer dieet. Het is hier gedaan. Mieke, get out. Ja, wij moesten weg en hij loopt al heel de week dat liedje te zingen. Ja, we waren hier naar me toe gekomen en hij zei dat zingen, we gaan naar huis. Nu moeten ze zingen, hè?
Nee, ik heb geen moeite. Je bent een hondje, we gaan blijven. We moeten blijven. Zit. Manuel wil hier blijven. Ja. Op mijn eigen alleen. Al moet ik mij onder mijn bed verstoppen, ik blijf hier. Dan moet ik mij vastpinnen op mijn kousjes aan mijn bed. Ik blijf hier toch. Wat is dat dan? Als je kousjes gaat vinden. Op mijn bed. Zit er vanaf, Marjewa? We hebben hier rusten. Wat te vertrekken. Mijn ticket mogen ze wegdoen. Dan laten we jou hier. Ik stel voor dat we volgend jaar weer komen. Ja. Waarom gaan we niet naar Ecuador? Skiën in Ecuador. Ja. Zou willen skiën in Ecuador? Dat gaat niet. Of naar Chili. Dat gaat niet. Waarom? Dat gaat niet. Dan sneeuw het niet, Chris. Ja, we hebben er ook goede bergen. Dat is alles. Dan ben ik een schapig zelfs, nu. Partir, c'est mourir un peu. Maar gedeelde smart is halve smart. En dus worden er opruimduo's gevormd. Odilon en Wesley zijn de meubelmannen. Chris en Manuel, de beddengoedploeg. We pakken het op en pakken het weer. En Ilse en Lieselot, het valiezenteam. 1, 2, 3, oep! Oh, met die dosdikkers heb ik altijd problemen mee, hè? Ah, Rutte pak je niet, hè? Mama, hier. Nu heb je de deur. Laat alsjeblieft allemaal die krekels afzetten, jong. Dat u. Wesley's mama is terecht trots op haar zoon. Is dat knap, hè? Is dat nog een beetje? Het is knap, hè? Die baard is schoon, ja. Baard is schoon, maar daar bovenop zitten. Hoe gaat het gaan? Het is zwaar, ik zweer het. Ik ken iemand die schooner op de foto staat. En dat is Joseph, hè? Ja, kom. Hallo, hoe is het met jou? Dus je geeft. Gaan we mijn naam doen? Ik heet Pinky. Pinky. Nee, Pinky de Arend. Voelde dat al de klant dat van is? Ja. Hallo. Wat ben je? Moet je gewoon lachen? Ja. Het werkpunt van Nielsen is vooral van niet te rap verliefd te worden en niet iedereen te bieden zien als uw beste vrienden. Zo, de jongen die ze leren kennen heeft, die visser, daar spreekt ze nu nog af en toe over. Zo van, oh, zou die hier ook zijn vanavond? Dan gaan we die zien en ik wil die nog eens terugzien. En, dus allee, dat blijft echt wel bij haar. De mannelijke mensen die mee waren, die blijven echt wel een stuk hangen bij haar. Maar dat, ook niet, allee, dat mag ook, hè. Het is ook niet dat dat verkeerd is. Maar het is wel de bedoeling om haar daar een stuk in te begeleiden. Zo van, als jij dit gedrag doet, dan lokt dat uit. En, ja, ze wordt ook ouder, moet daar soms wel een beetje mee oppassen. Mijn zoetje mag er ook op, hè? Ja. Weet je mama en je papa dat hij verliefd zit op Jens? Mijn ouders weten er al van. Ah, heb je hem er verteld? Mama zegt zo, hij kunt wel rap jongens krijgen. En mijn papa zegt zo, ja, dat heeft ze mee van mij, hè. Zeg mijn vet. Zegt hij dat zo op die manier? Ja, mijn papa zegt, omdat ze het mooiste meisje ook maar is. Maar hij trekt wel op je papa, hè, van karakter? Karakter, hè? Ja. Ik heb hetzelfde bloed. Hij is onze vet. Kijk, ik zie hem. Oh, Jens gaat vies zijn. Hij zou dat niet leuk vinden. Ze moesten hij zo naar andere mannen zitten. Ik ga ook eens zeggen, hè. Hij heeft zelf gezegd, kijk, mag maar aankomen niet. Is dat? Ja. Dus, dat is een harde regel, hè? En op dat vlak, wat ook Ginter, hebben we wel gemerkt mensen, dat ze er toch dingen uit geleerd. We hebben daar ook al heel veel over gesproken achteraf. Mensen die ze leren kennen, waar dat ze een beetje bleven aan hangen. Het afscheid nemen achteraf, het moeilijk loslaten. En dat was eigenlijk wel een punt, ook voor de meerderheid van ons jongeren. Hè. Dat iets was dat heel diep zat en heel intens was. En dat het eigenlijk wel heel lang geduurd heeft voordat ze eigenlijk een stukje konden loslaten. En ook bij Ilse was dat zeker het geval. Digitaal
Wesley wil apart afscheid nemen van Marcel, de conciërge van de Mas. Hij weet alleen niet goed hoe. Ting, wang, 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 wang. Je m'écriras une lettre. Hein? Au masque de la Saralia, je m'écris une lettre. Ok? Ok. Het is voor de zeven zonnekinderen de eerste keer dat ze in een trein tegen 300 km per uur door het landschap zullen razen. Zeven dagen geleden keek iedereen er naar uit. Nu zouden ze allemaal het liefst de trein missen. Jongens, moet je goed luisteren. Je moet de leuke dingen nemen. Je moet niet constant meer zitten wenen. Maar wie kunnen we? Hier blijven. Maar hier blijven, maar dat gaat niet, Emmanuel. Wat ga je hier moeten komen wonen in het zuiden? Hè? Ik ga Jens van het team mee. Aan wie? Aan Jens? Het zuiden van Frankrijk. En met mijn ouders. En mijn ouders ook. Zeker met mijn zus. Hé, wat lief? Zeker met mijn zus. Maar mijn broer moet hem niet hebben. Zo. We gaan dat nooit meer vergeten. We gaan die herinneringen diep in ons hart meepakken. Zo is dat niet. En stop nu met wenen, dan begin ook te raken. Dat geeft niet. We gaan met twee niet alleen. Ja, dat is waar. Als we nu kunnen met twee wenen van je wenen, dan is het goed. Wordt dat een beetje beter? Een beetje toch. Het is een beetje, we zijn allemaal een beetje moe ook. Ja. Kijk, goed slapen, hè. Zo thuis, hè. Juist, hè. Zo'n nieuwe dingen die gedaan, spannende dingen gedaan. Coming from Nantes and going to Marseille Saint-Charles, departure. Gisteren zoomen dag en dan nu ineens alles moet achterlaten. Platform 3. Ja. Het gaat een beetje lastig zijn de eerste dagen. Dat is een beetje afkicken. Hè. Gaan we een liedje zingen? Ah, ja. Als het even kon dan, leef ik nog een dag bij jou. Dan zou ik zeggen voor de zoveelste keer. Ik ben genoeg. Het is een huid dan net Wally. Ik fluister in je ogen. Het is een huid dan net Wally. Dat je aan mij echt genoeg had. Maxime, een klein beetje te veel wijn gedronken. Mieke, ja, maar hij zegt tegen mijzelf dat ik dronken ben en je bent zelf dronken. Dank u wel, Lisa. Ik ben wel niet dronken, hè? Dat is crimineel. Van twee glaasjes wijn. Ik moet nog met de auto racen, hè? Mieke, ik zei zo tegen Chris. Ze hebben Chris tussen de wc-bril gestopt. Chris tussen de wc-bril gestopt. Ik denk dat Maxime wel geleerd heeft beter te functioneren in de groep die hij niet echt kent.
En dat is bij Maxime dikwijls een probleem als hij met mensen in contact komt die hij niet goed kent of waar dat hij niet kan van voorspellen hoe dat hij reageert. Dan kan Maxime soms zo een beetje onverdraagzaam zijn of het lastig hebben met die mensen. En nu is dat allemaal vlot gedaan. Hoe zei dat nu weer in Frans? Onze. Ik heb mijn zoon eruit gehoord. Waar? In het hart, denk ik. En dan dat alleen? Denk ik. Ah, die loopt er eerst om. Ja. Ja, loop maar. Maatje, mami. Hey, Maxime, mami. Zeg dat niet waar is, hè. Hey, de lauwe zonnebril. Ah, si, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Si, 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 si. Ja, wie? Thanks. Je moet zeggen merci. Merci. Er is voor mij één magisch moment geweest. Moment dat we terug van de boerderij kwamen, dat we in de auto zaten. En daar zat Manuel naast Sven en die had zeer veel verdriet, vooral Manuel. Sven was hem aan het troosten. Dat was een gegeven dat ik eigenlijk wel verwachtte. Maar recht tegenover zat Maxime met Veerle. En dan zoekt hij op dat moment troost of wil ook troost geven aan Veerle. En dat is iets dat eigenlijk bij Maxime weinig voorkomt. En dat is voor iemand like Maxime, een autist, eigenlijk zeer verwonderlijk. Dat hij zich zo kan inbeelden in het verdriet en de emotie van een ander. Dat is wonderbaar. De reis op zichzelf vond ik... zowel voor ons als voor ons man, eigenlijk leerrijk. Omdat dat voor ons, in onze werksituatie, de eerste keer was dat wij eigenlijk op reis gingen met ons man. Maar op reis lijkt me nodig, man en vrouw, met één of twee kind. Twee kinderen die zeiden dan ook achteraf van, ik ben een schone reis gehad, ik heb mijn dochter beter leren kennen of ik heb veel kunnen praten met mijn man. En eigenlijk was dat de bedoeling ook van ons reis door Frankrijk, op reis gaan met ons man. Als ik kijk naar het gebeuren, want wij worden ook een heel groot stuk met onszelf geconfronteerd, dan verschiet ik soms van mijn eigen zo de manier waarop dat met de gasten omgaat, dat ik wel blij ben dat ik op een heel emotionele en warme manier omga met die gasten. En dat heeft mij ook wel eens een stuk gevormd, geleerd om soms een beetje afstand te houden. Omdat ik nu besef dat dat voor sommige kinderen ook bedreigend kan zijn. Omdat dat je zo dicht en zo diep bij hen binnenkomt en ze moeten nu allemaal ooit een keer loslaan. Het is mij opgevallen dat ik soms kordater over kan of strenger over kan dan dat ik dingen eigenlijk bedoel. Bijvoorbeeld als ik met Veerle die kleren aan het kiezen ben, dan zeg ik van, ja meisje, je moet kiezen en even zo, allee, het wordt dat. Terwijl dat zo precies is van, terwijl dat echt wel lief bedoeld is. Allee, dat is moeilijk, hè? Ja, dat is moeilijk. Kiezen, hè, meisje. En daar ben ik wel misschien ook meer bij gaan stilstaan achteraf. Van, het is niet omdat ik dat vriendelijk bedoel dat ik altijd zo overkant. Omdat ik daar wel wat meer op let naar de jongeren. Is het goed? Ja. Ik zit daar in Frankrijk een poes vast gehad. Hij gaat het nog zien. En ik hoop het. Hé, Lieslotje? Ja. Het was vader zo groot. Als we in de boerderij waren met Manuel, hè. Ze heeft eigenlijk de hele tijd nodig gehad om los te komen. Maar op het moment dat ze daar dan losgekomen is, heeft hij haar volledig opengesteld naar iedereen toe. En Lieslotje kan het nu nog moeilijk hebben op momenten dat ze gewoon heimwee heeft. Dat kan momenten zijn dat dat opkomt en dat ik voel van, nu wil ze echt mijn aandacht, want zij mist die één relatie dat wij hinter gehad hebben. En nu zitten we daar met 12 gasten rondom ons. En ik kan niet eventjes tegen Lieslotte bezig zitten op dat moment. Of altijd teruggrijpen naar Frankrijk, want dat zou niet fair zijn naar die anderen toe. Lieslotte heeft mijn poesje vast. Zij zijn nu gemist, hè? Ja, ik weet het. Vandaag moest je groetjes doen van iedereen. Ja, dat is goed. Ik had een beetje schrik dat er niet ging bij zijn, hè? Ja. Ja, zoals je dat in de auto zegt. Moeder? Ja. Ja. Hebben ze van uw neus gemaakt?
Nee. Dat doet ze dan niet. Nee, ze doet dat niet. Dat heb ik wel gemerkt. In Brussel-Zuid moet de groep overstappen op de trein naar Gent. Lieselot wil als authentiek Frans verzetsmeisje arriveren. Haar streepjeshirt en baret zijn helemaal comme il faut. En om het af te maken heeft Mieke zelfs voor een baguette gezorgd. Maar in het opstapgewoel valt het stokbrood tussen de treinwielen. Ons brood ligt er tussen. Zullen we dat nog pakken? Maak zien, jij mij daar? Nee, nee, maar niet. Maar niet. Maar niet. Maar niet. Niet. Maar niet. Maar niet. Doen, man. Niet. Ja, dat brood zit er tussen. Aan het station in Gent staan de familieleden intussen op hun zonen en dochters te wachten. Samen met de begeleiders en de vriendjes die thuisgebleven zijn. Ze zijn nerveus, de kindjes. Moet ze zien staan allemaal. Dat is toch geweldig? Zelfs drie maanden later krijgt Manuel het nog steeds heel moeilijk wanneer hij zijn peterschaapje op foto ziet. Dat is toch wel echt prachtig. Het is toch in de eerste foto toch? Nee, in de eerste foto van de schoolbal, jongen. Zeg, jongen, dat is een knap. Allee. Kijk hier. Ik heb hem gefotografeerd. In de wei. Heel gelukkig. Mooi, hè, Manuel. Knap, hè? Twee weken geleden. En hij is gegroeid, hè? Ze hebben hem gedoopt, Manuel. En jij bent de Peter van dat lammeke en het heet vanaf nu Emmanuel. En Elisabeth heeft gezegd dat ze er heel goed voor gaat zorgen, voor de kleine Emmanuel. En ik ga iedere keer dat ik hier kom, om de maand maak ik er foto's van en ik breng de foto's naar u. En jij blijft de Peter van uw lammeke. Pak hem maar vast. Bravo! Peter Emmanuel. Ik heb het moeilijk. Ja, dat schap dat precies niet is, ze voelt dat zelf met mij. Kijk, als een lammetje dan zei vast dat is nu al een schaapje geworden. Heb ik het beurt? Ja, ik ga een keer mee. Ik ga hem hier opzij leggen. Of zal ik niet bij mij houden dat je er niet meer op moet kijken? Nu moet het er wel in krijgen. Allee. Ja. Kom. Chris, laat me even alleen. Wij zijn gewoon van in dubbele bodems te gaan denken en te gaan ervaren. Maar zij denken niet in dubbele bodems. Ze hebben ook geen dubbele bodems en emoties. Wat ze tonen is echt en puur. En dat herkennen ze ook zeer rap. En ze kunnen dat ook op die manier alleen maar weergeven. Wij kunnen rap een masker opzetten of schijnheilig weeklagen als er iemand verdriet heeft of zo. Wat dan we soms wel niet meen altijd. Maar zij wel. Thank you.
ugly. So smile, smile, and the whole world smiles with you. Ze zijn altijd graag zinnes loslaten. En ook in dit heb ik gemerkt van af en toe moeten loslaten. Maak je nu los, hè? Ja, jij. Ah!